Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Het is bewolkt boven Nederland en een lijn met buien trekt geleidelijk van west naar oost over het land. Daarbij komen er met name in het zuiden van het land toch behoorlijke opklaringen voor en de temperatuur kan daar flink oplopen. Die buien die trekken dus naar het oosten weg en met name in het uiterste oosten van het land kan er ook een klap onweer bij voorkomen. Het is niet koud, met temperaturen rond een graad of 20. Vanmiddag loopt in het oosten de temperatuur nog wat verder op. Daar wordt het mogelijk zomers warm met 25 graden. Aan zee is het met 20 graden ietsjes koeler. Daarbij waait het, waait het matig uit het westen tot noordwesten, windkracht 3. Vanavond is het dan op veel plaatsen droog, klaart het af en toe breed op. Het blijft lang warm onder de plekken waar bewolkt is. Want misschien dat de temperatuur op sommige plaatsen niet ons eens onder de 17 graden vannacht. Morgen is dan een best aardige dag. In de loop van de middag kan in tegen de oostgrens misschien een enkele bui vallen. Heel veel stelt het allemaal niet voor en de temperatuur ligt daarbij rond zo'n 20 graden. Vanaf maandag neemt de kans op buien weer toe en daalt ook de temperatuur wat. Daarmee is het op dinsdag ietsje te koud voor de tijd van het jaar en waait het ook nog stevig. De lange termijn ziet er weer een stuk beter uit. Mijn naam is Wilfried Jansen voor Weerplaza.nl